is het. We kunnen er namelijk niet omheen. We zijn de afgelopen weken in de aanloop naar dit programma ook bestookt met berichten en e-mails over de besluitvorming rond Trekkersveld 4, het datacenter. Ook bewoners die vragen stelden in aanloop naar dit programma toe, was het onderwerp steeds kwam maar aan de orde. De raad heeft inmiddels instemmend besloten. De vraag is of die meerderheid ook onder de kiezers aanwezig is. We willen eigenlijk nu niet naar dat verleden gaan kijken, we willen naar de toekomst gaan kijken. We willen eigenlijk de vraag stellen aan jullie als lijsttrekkers voor de komende periode. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in het vervolg meer participatie wordt gebruikt bij grote beslissingen? En voor die vraag willen we graag het woord geven aan alle 6 lijsttrekkers. Wellicht beginnen bij mevrouw Heukriede. Dank u wel. Nou, het is wel aardig dat u zegt van hoe willen we participatie invullen bij grote beslissingen. Maar ik denk juist dat de inwoners heel veel behoefte hebben aan participatie bij kleine beslissingen. Ze praten het liefst mee over de schutting van de buurman en over de boom van de buurman als hij wel of juist niet gekapt wordt, zeg maar. En daarin vind ik het best een worsteling dat op het moment dat je spreekt over participatie, dat je aan de voorkant ook heel duidelijk moet maken dat participatie niet per se betekent dat iedereen die meepraat ook daadwerkelijk zijn of haar zin krijgt. Dat, ja, als iedereen hetzelfde vindt, is dat niet zo moeilijk. Hè? Dan kun je zeggen, de participatie is geslaagd, want we vinden allemaal hetzelfde. Dat is helaas meestal niet het geval. Hè? Meestal vindt iemand de een wat anders dan de ander. En ja, moet er toch een besluit genomen worden. En ik denk dat het wel van belang is dat we juist kijken dat op het moment dat het besluit genomen is, dat er wel participatie is geweest. Hè? Bijvoorbeeld met, ook met stakeholders kan ik me voorstellen dat dat gebeurt. Maar dat je bij het besluit ook daadwerkelijk uitlegt wat de overwegingen zijn geweest en hoe de verschillende belangen hebben meegewogen in je besluit. En dat je dat in ieder geval toelicht, zodat degene die zeg maar even niet zijn zin heeft gekregen, zich wel nou ja, kan vinden in dat er wel geluisterd is naar hem. En dat hij misschien zelfs ook wel begrijpt waarom hij zijn zin niet heeft gekregen. Het democratisch besluit in feite. Ja, precies. En een democratisch besluit is niet altijd voor iedereen een leuk besluit. Ja. Jan de Jonge, CDA. Wat moet ik hier nou nog op aanvullen voor mevrouw Heukriede? Nee, ik denk dat het begint erbij dat we duidelijker aan de voorkant gaan aangeven hoe wij de burgerparticipatie gaan vormgeven. Daaraan de inwoner dus meenemen in hoe we ze precies gaan betrekken. We hebben dat rondom het Trekkersveld 4 hebben we dat gedaan volgens de normale geldende bestemmingsplanprocedure. Maar dat hebben we niet van de voorkant gezegd. Dus we hebben niet van tevoren verteld aan inwoners hoe gaan we u meenemen. Dat is als volgt. U krijgt de mogelijkheid om. Nou, dat veroorzaakt nog steeds niet dat iedereen ermee eens gaat zijn. Maar dat veroorzaakt wel duidelijkheid over hoe we burgers gaan betrekken bij verschillende onderwerpen. Want het is niet enkel en alleen groot, maar het is inderdaad ook klein. En het kan ook niet bij alle onderwerpen. En dat is ook de moeilijkheid waar we mee zitten, zeg maar. Als het gaat over hele grote, misschien wel landelijke inpassingen. Ja, dan kan je nog zoveel. Hè, we hebben het gezien bij op de Jutteperlaan. Dat is een defensiezendcomplex. Daar hadden we helemaal niks te zeggen als gemeente. Dat kwam er gewoon. En we hebben geprobeerd met Defensie nog, joh, maar daar wonen mensen omheen. En die mensen hebben last gehad van straling toen het een korte golfstation was. Alsjeblieft, heb daar nou aandacht voor, praat met die mensen. Maar dan heb je gewoon te maken met een landelijke regeling die zegt, en het komt er, en dit is de manier hoe het er komt. En dan is het proberen ook, maar ook daarin is het dan duidelijk zijn over hoe die participatie van inwoners er is. En ik denk dat we daarmee zullen moeten beginnen, nog duidelijker aan de voorkant. En dat zal betekenen, denk ik, dat we in elk, dat hebben we eigenlijk als college al tegen de ambtencoördinatie gezegd, zorg nou dat je echt elk voorstel ook komt met hoe gaan we burgerparticipatie vormgeven. We moeten dat actiever, bijna op het BNW-voorstel, we krijgen allemaal voorstellen elke keer langs in burger bij burgemeester wethouder, dat er elke keer het kopje staat, hoe gaat burgerparticipatie worden vormgegeven in dit proces. Mooi. Dus vooraf eigenlijk bij het proces gaan aangeven welke participatiemogelijkheden je gaat bieden. En dat tussentijds natuurlijk, hè, als je dan eenmaal bezig bent, dat tussentijds laten zien en daar ook op uiteindelijk aanspreekbaar zijn of dat dan ook uitgevoerd wordt. Mevrouw Van Brugge, actief. Weinig meer op aan te vullen, denk ik. Hetgeen gezegd is, participatie is enorm belangrijk, communicatie. Maar goed, dat merk je ook vanavond in de gesprekken. De een hoort iets anders als dat de ander bedoelt. Dus dat blijft een zorgpunt, maar dat blijft absoluut een punt van aandacht. Daar moet je als gemeente aan blijven werken, ook als politiek. Is enorm belangrijk en zoals ook al eerder gezegd, dat betekent niet als er 100 mensen participatie gevraagd wordt en er zijn er 20 tegen, dat dan leidend is. Want, en dat is altijd het dilemma, wie heeft er nu gelijk en wie niet en hoe ga je daarmee om? Maar daar is
heel erg van belang, de communicatie en hoe werk je samen met elkaar. Dus ook de vraag of je je gehoord voelt. Ja, absoluut. En zeker dadelijk in het kader van de nieuwe omgevingswet, daar moet een nieuwe participatienota voor komen. En, want dat gaat heel wat betekenen, de omgevingswet. Er komt een grote verandering aan. En ook daar hebben de inwoners een andere manier van inspreekrecht en het meepraten op een andere manier. En hoe ga je dat vormgeven? Dat moet je met elkaar doen, samen met je inwoners. Dus dat kunnen we eigenlijk daar gaan zien wat u betreft? Absoluut. Mevrouw Maas, ChristenUnie. Ja, ik ben blij dat mevrouw Van Brugge al begint over de omgevingswet, want dat zou inderdaad ook mijn insteek zijn geweest. Het is een voorwaarde die de nieuwe omgevingswet aan ons stelt. Hij is al een paar keer uitgesteld, maar we gaan er toch maar vanuit dat hij een keer zal komen. Het gaat er wat ons betreft om dat bij participatie dat we inwoners serieus nemen. En dat we goed naar ze luisteren en ook duidelijk zijn over de verwachtingen die ze mogen hebben ten aanzien van participatie en van meebeslissen. En er zijn verschillende modellen voor. En ik denk ook dat het goed is dat als wij met elkaar zo'n nota of zo'n verordening vast gaan stellen, dat we met elkaar ook daar de keuzes in maken en duidelijk in zijn. En dat we ook aan de voorkant van verschillende processen die gaan komen, dat we aan burgers altijd goed duidelijk maken, dit is de mate waarin u kunt meebeslissen en... Ik denk dat het duidelijk is. Lekker, helemaal duidelijk. Mevrouw Westerhuis, D66. Ja, er is natuurlijk al heel veel gezegd waarin participatie gewoon eigenlijk een containerbegrip is waarin zoveel past. Aan de voorkant communiceren, bekijken waar je over kan meebeslissen, hoe je daarover kan meebeslissen. Nou, er zijn heel veel gereedschappen voor wat wij ook graag zouden willen inzetten. Maar laten we ook niet vergeten dat ook volgende week een vorm van participatie is. Volgende week kiezen wij de volksvertegenwoordigers waar jij voor staat. Dat is onze verantwoordelijkheid om die vertegenwoordiging dan ook uit te dragen. Dus ook dat is een vorm van participatie. En dan zullen wij die komende periode ook zoveel mogelijk gebruiken om goed te peilen wat zeg maar de stand van zaken binnen bij de inwoners. En ook die verantwoording nemen om dat te vertegenwoordigen. Dus het is zo breed dat we daar eigenlijk nu niet in één keer in één avond over uit zullen zijn. En wellicht is dat een mooi item om volgend jaar ook weer over in debat te gaan. Maar dan zeg maar een heel uur over participatie. En dan kunnen inwoners ook vragen stellen. Nou, dan hebben we gelijk weer meer aandacht en meer betrokkenheid van inwoners. Meneer Zonneveld? Ja, nou ja, er is inderdaad al heel veel gezegd. Dus volgens mij de toevoeging die ik nog kan doen is dat we vooral heel vroeg moeten beginnen met participatie. En we moeten ook opletten dat we niet alleen maar informatie zenden, maar vooral ook in gesprek gaan met mensen om te luisteren wat zij vinden. En wat ik ook wel heel belangrijk vind is dat je er ook echt iets mee durft te doen. Dus als er blijkt dat de inspraak onvoldoende is geweest, dat je dan ook nee durft te zeggen tegen een plan. Of als er echt een overgrote meerderheid tegen is, dat je dan ook nee durft te zeggen tegen een plan. Dus dat je ook echt wat durft te doen als partij met inspraak. Maar dat is denk ik het lastige als je spreekt over inspraak. Hoe bepaal je wat de overgrote meerderheid wil? Nou ja, overgrote meerderheid is sowieso meer dan 50%. Dus de 20% is geen overgrote meerderheid. Nee, niet getalsmatig, hè, dat is duidelijk. Maar hoe bepaal je dat? Nou, bijvoorbeeld als voorbeeld wil ik woontoren aan Strandweg 11 noemen. Daar is aan omwonenden gevraagd wat zij daarvan vonden van dat plan. Nou, die omwonenden hebben in overduidelijk meerderheid gezegd, dit willen wij niet. De raad is daarin meegegaan. Er is ook tegengestemd en toch is het plan doorgedrukt. En dat is nou een voorbeeld van hoe het niet moet. Wie wil erop reageren? Mevrouw Westerhuis. Nee, ik zag Jan op dit verhaal. Ja, u zegt dat u verbinding wil brengen en dat we het heel erg met elkaar eens zijn. En u zelf zoekt het echt op deze manier op zo weg te zetten. Hè? Want u zegt gewoon, er is een overgrote meerderheid. En het blijkt dat er een overgrote meerderheid is. En volgens mij is dat altijd, die mensen spreken alleen maar met uw partij. En als ze met andere partijen spreken, hè, want ik hoor hier achter me ook iedereen, ja, maar dit is gewoon niet waar, hè, de Strandweg 11. Bij u is het altijd, dan moet er een mathematische hoeveelheid, en dat is dus 50%. U zegt het net zelf, hè, 50%. Dat zei u, ja, u nam het woord 50% maar, in de mond. Sowieso meer dan 50%. Precies, maar het is namelijk niet in de omgevingswet zo, dat je het participatie zegt niet als het 50% plus 1 is, en er is dus een meerderheid tegen, dat het dan tegen is. Er zijn verschillende afwegingen die je moet maken als algemeen bestuur. Eén daarvan is dat je participatie toepast. Daar zit dan zeg maar een belang aan vast. Maar het is niet zo, dat is echt duidelijk in de omgevingswet niet zo, dat je dan zegt als het de meerderheid is het dus nee. Want als we dat gaan doen,
Daar liggen we als Nederland compleet stil. Dat is precies niet wat we willen. Want eigenlijk zegt de omgevingswet, het is meer ja mits in plaats van nee tenzij. En als we op deze manier denken dat het een mathematische exercitie is, ja, dan kunnen we de hele omgevingswet wel mee stoppen. Want dan kunnen we beter meteen gaan vragen aan de inwoners per referendum op elk plan wat je ervan vindt. Zo gaan we het echte probleem niet oplossen met elkaar. Nee, maar u gaf net ook aan dat het allemaal wat meer in de communicatie vanaf het begin eigenlijk al zo moet. Want ik hoor heel veel mensen zeggen, we moeten meer met die burger in gesprek. Maar op het moment dat het dan alleen de burgers zijn waarvan je zegt, die zeggen daar overal wat dan is het, dan is het natuurlijk de vraag. Dat grote zwijgende, grote gedeelte, die hoor je dan niet. En dat is natuurlijk altijd een spanningsveld, hè? Want u zegt nu, ik hoor dat niet van de strand. En u zegt van wel, ik geloof jullie allebei. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat is voor de kijker ook een beetje onhandig. Want nee, snap je? Want ik geloof dat jullie allebei zeggen zoals jullie het ervaren en zoals het is gegaan. En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld voor de mensen thuis om nou te zeggen van wat, hè, mevrouw Hukkerien, misschien kunt u enige soelaas brengen. Het is de omgeving zal misschien niet altijd overdreven enthousiast zijn, want verandering wordt meestal roept meestal weerstand op. Maar ik denk dat er in ieder geval een hele grote groep mensen blij is dat de Strandweg 11 er wel komt. Dat zijn namelijk de toekomstige bewoners van Strandweg 11. En daar kun je nog niet naar luisteren, want die zijn er nog niet. Dus het is makkelijk om te zeggen van nee of het moet anders. Er zijn afwegingen gemaakt waarom het op deze manier wel is doorgegaan. En niemand wil, ik noem er iets, ondergronds containers. Eigenlijk wil niemand hem voor zijn deur. Maar we vinden wel dat hij er moet komen. Dus als we inderdaad luisteren naar iedereen die zegt nee, hier moet hij niet komen. Nou, dan heb je draagvlak van 5 man die achter die container worden. Oh, dan komt hij er niet. Nou, dan schuif je 5 huizen op en die willen hem ook niet. Ja. Dan puntje bij paaltje staan we allemaal zelf ons vuil weg te brengen op Trekkersveld. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. En eigenlijk zegt u dan komen we dus nergens? Ja, eigenlijk wel. Mevrouw Westerhuis, u had net ook even... Ja, ik denk ook dat er soms mag worden doorgevraagd. Hè? En dat is volgens mij ook... mevrouw Prins is daar zelf heel hard mee aan de slag geweest. Ook in de toekomstvisie richting die deep democratie. Nee, we willen niet zeg maar de hoogte in. Maar we willen ook niet dit lege pand. Er zijn volgens mij heel veel gesprekken geweest, ook door de projectontwikkelaar, als we even gaan over de strandweg, van wat kan er dan wel? Daar zijn aanpassingen op gemaakt, dus je komt elkaar tegemoet. Volgens mij is dat een prima vorm van participatie, waarin wij zeg maar ook nog als raad invloed hebben mogen hebben door een advies te geven op een stuk waar we niet advies over hebben mogen geven. Dus we komen elkaar echt wel tegemoet. En dat is niet alleen vragen over naar het gewenste antwoord, maar dan ook doorvragen van, maar wat dan wel? Nee, we willen niet groeien, maar we willen wel voorzieningen. Nee, we willen niet groeien, maar we willen wel volle bussen naar Harderwijk. Er zitten tussenwegen in waar we naar moeten kijken. En dan moet je ook kijken van wat wil je dan liever? Waar wil je nu met z'n allen naartoe? En dan is het tussenwegen vormen. En dan is het dat, zeg maar, die informatie, al die afwegingen weer meenemen. Terug naar de volksvertegenwoordiging, zienswijzes indienen, die gesprekken voeren. En volgens mij ben je dan met elkaar bezig om ze wilde op te bouwen. Ik denk dat het een hele mooie afronding is. Een verbindende afronding. Zeker, ik wil toch graag nog even kijken of de andere sprekers daar nog even op willen reageren. Mevrouw Baas, ja, dank u wel. Ik wil er inderdaad nog wel even op reageren. Want de term die bij mij boven komt drijven gaat over mede-eigenaarschap. Zodra je mede-eigenaar bent van een probleem, dan kun je ook mede-eigenaar van de oplossing worden. En ik denk dat participatie daar een heel goed middel voor is. En nogmaals, je moet aan de voorkant goed duidelijk zijn. Wat verwachten we van u en wat kunt u van ons verwachten? Maar ga met de inwoner in gesprek. Zorg dat je niet tegenover elkaar staat, maar dat je... voor ons is het belangrijk dat je als inwoner en overheid samen optrekt en samen Zeewolde bouwt. Helder. Dank u wel. Kijken we nog eventjes langs deze kant, Tom Zonneveld. Ja. Nou, ik denk vooral, we krijgen straks natuurlijk de nieuwe omgevingswet. En daarin zal ook wel inderdaad de uitdaging worden, ligt de uitdaging van participatie en inspraak bij de ontwikkelaar. Dus daar willen we ook heel scherp op zijn, dat er dan ook echt wordt gezorgd dat alle omwonenden, ook de stille meerderheid, dat die ook gevraagd wordt. Want die participatie is voor ons wel heel belangrijk om wel of niet voor een project te stemmen. Dank u wel. Mevrouw van Brugge. Ook participatie is bij ons ook heel erg belangrijk. En dat verdient absoluut de volle aandacht. Dus daar gaan we zeker aan werken. Maar van akte. Ja. Jan de Jonge. Nee, ik denk dat alles is gezegd al. Daar heb ik niks meer te voeren. Mevrouw Hukkerien, aan u de afsluiting.
Nou, ik zou zeggen, volgens mij is het managen van de verwachtingen van participatie wat heel belangrijk is. Het managen van de verwachtingen. Van de verwachtingen van de participatie. Daar sluiten we ons denk ik heel graag bij aan. Teleurstelling is het gat tussen verwachting en realiteit. Ja, zolang het hoop maar niet uitgestelde teleurstelling is. Precies, dank u wel. Daarom.